What up mensen, vandaag zijn we in Rotterdam. We gaan mensen vragen stellen. En kijk gewoon mee. Vergeet niet te liken, abonneren en te delen. What up. Alicia. En? Lulu. Ik heb twee vragen voor jullie. Zijn jullie ready? Ja. Ja hoor. Hey, wat is het ergste ding wat je ooit hebt gedaan wat je ouders nog niet weten? Oh my god, daar moet ik echt... Ecstasy. Oh wow. Oh wow. Ja? Ja. Oké, okay, ja. Ik geef je tijd om na te denken. Ik kom zo terug bij je. Oké. Okay. Ja, nieuwjaar met haar. Ja. Ik kon het echt niet vertellen op YouTube hoor. Why the fuck you lying? Why you always lying? Ze gaan het niet zien. Jawel. Nee joh. Nee, ik kon echt niet. Nee. Zeg hoor. Is het erg hè? Ja, maar dat is met haar. Dus dat ja, kan. Dat is ook dus, waren er boys bij je? Of? Nee, maar als moeder dit ziet, dan mag ik niet meer met haar omgaan. Ja, noem gewoon iets anders. Ik ga weer terug naar haar, ik weet echt niet. Geef je tijd om na te denken. Ik hoor. Ergste. Ja, maar ik kan alles gewoon tegen mijn ouders zeggen, dus ik weet niet. Ah, met wie ben ik hier vandaag? Ik ben met Jure, man. Wie? Jure. Weet je ouders dat je homo bent? Wait a minute. Wait, first of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. Ik ben niet homo, man. Oh, hij zei geen stress. Ja. Rate yourself, geef even een cijfer van 1 tot 1. Tot 10. Ik weet niet, man. Cijfer? Ja, geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. Zeggen jullie? 7,5. 7,5 hoor. Ja. Ja. Kom even. Ik zou wel 9 zeggen. Moet ik ook mezelf een cijfer geven? Ja, met wie ben je dan? Ik ben Rens. Rens. Rens, ai. 17 jaar, man. Ah ja, geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 7,5. Ja, valt wel mee. Oké, okay, luister broer. Weet jij ouders dat je homo bent? Homo. Ik ben geen homo, man. Hij ligt, man. Ja? Nee? Hai, easy. Hai. Luister, man. Luister. Nee, Engels toch? Engels, hè? There is a blue house on the right. And there is a red house on the left. Where is the white house? In America. Ooh, nice, man. Jasmine. Hai, ik heb twee vragen voor je. Ben je ready? Ja. Yeah. Oké, wat is de ergste ding wat je ooit hebt gedaan wat je ouders niet weten? It's about to go down. Ja, weet niet. Ik denk, ja, we hebben een jacuzzi beneden staan. Ja, gewoon daar blowen of zo, dat we thuis zijn. Blow met de jongen of... Nee. Gewoon met de vriendin van mij. Ai. De tweede vraag is, geef je zelf een cijfer van 1 tot 10. Mezelf? Ja. Uiterlijk, alles. 7 of zo, 8. Waarom een 7 of 8? Ja, gewoon, ik ben gewoon zelfzeker. Je moet toch van jezelf houden? Ja. Ik geef jou een restaurantje. Ik geef jou 9. Dankjewel. Ja. Wat zeg jij? 5. Waarom 5? She's long. Is long. I'm short. Jij bent gewoon klein. Ja, geef mij een cijfer van 1 tot 10. Wat? Ik weet ik ben klein, maar geef mij een cijfer van 1 tot 10. 6 of zo, 7. 6. En waarom? Nee. Ja, het is gewoon niet mijn type, denk ik. Gewoon... Wat is je type? Wat is je type? Ja, gewoon... gewoon blank. Ja, donker haar en zo, ja. Dus jou van blank... Ja. Jongens. Zo. Ah, iedereen heeft zijn smaak. Ja. Of light skin wel een light beetje. Hij? Zoals hij? Hij is niet light skin. Nee. Is hij niet light skin? Dat is iets te donker. Ben ik te donker alweer? Wat? Alweer? Nee. Gewoon van mijn type, zeg maar. Oké, okay, wat is de ergste ding wat je ooit op school hebt gedaan? Met een jongen. Met een jongen, gewoon waar wil je heen? Nee, ik heb niet geneukt op school. It's about damn time. Nee? Nee, ja. Ja, nee, ik weet niet, ja. Gewoon, wat is de ergste wat je op school hebt gedaan met een jongen? Ja. Ik ben echt naar gevraagd. Nee. Oké, okay, wat is de ergste wat je ooit op school hebt gedaan? Ja, nee, dat heb ik echt niet gedaan. Zo, ja, ik weet niet. Ik heb al gewoon veel docenten gehad die gewoon vervelend deden. En één keer heeft een docent mij wel geslagen. Hoe heet die docent? Ja, nee. Wat is zijn naam? Nee, want ik moet nog examens doen. Ik ga weer met hem praten, komt goed. Nee, het was een vrouw. Ja, mevrouw Maliepaard. Ja. Mevrouw Maliepaard. Ze zegt dat je stinkt, hè? Nee, maar dat was echt... Ja, dat was niet zo leuk. En meneer Bos, zeg maar, die is weg. Maar hij was uiteindelijk wel echt heel lief. Ja. Ja. Okay. En wel? Op school gekst wat ik heb gedaan. Ja, op school.
Ik ben braaf voor op. Je hebt zo domme dingen gedaan. Nee, 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 nee. Ben ik voor uitgestuurd of zo? Hm? Eruit gestuurd of zo. Waarom? Je was weer bezig met die jonge vleden. Nee, omdat mijn moeder me belde. Ik werd zo boos. Oké, laatste vraag. Eerlijk zijn, hè? Okay. Geef mij een 7 van 1 tot 10. Ik vind je outfit wel leuk. Twee, man. Ja. Twee. Dus geef een 7 van 1 tot 10. Kanker, wel. Je mag eerlijk zijn, hè? Draai een rondje, broer. Ja, draai even gewoon 360. Ah, je gaat toch naar mijn kont kijken, of wel? Nee. Oké. Okay. Oké, voor de outfit, dat is wel gewoon sowieso een 9 waar. Hoeveel voor de outfit? Kijk, de outfit is sowieso 9 waar, want ik zie hier een paar Jordans. Kijk, het zijn wel mids, maar ja, toch? Het zijn wel die bijzondere, mm-hmm. Of zo. En ja, wel een mooie tas en een mooie vest. Dus ja, cijfer? Outfit is sowieso wel een 9. En gezicht? Eetelijk. Matty, Kim, je bent niet lelijk of zo, maar ik ben gewoon, niet mijn type. Dus dan is het niet eerlijk, weet je. Bitch, you got me fucked up. You can suck my left nut. Ja, wat is je tip? Mijn type? Ja. 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 Rasta, man. Ja, ik weet niet. Gewoon een beetje... Ik ga sowieso wel uit op innerlijk. Dat zeg ik sowieso. Want het valt uit elkaar. De uiterlijk is... Ja, gewoon rijk. Rijk. Dat is grappig, dus jou van rijke jongens. Ik ben rijk, hè? Probeer met de fixen of zo. Ha! Gary! Nee. Gewoon een 7 van 1 tot 10. 16? Grapje. Geef jij mij een 7 van 1 tot 10. Oh, outfit vind ik ook wel echt een 9. Mm-hmm. Eetelijk. Ja, maar weet je wat het is? Ik val gewoon op wit, toch? Zeg gewoon 2. Op leidskins? Nee, op gewoon... Blanke jongens? Marokkaanse jongens. Ik ben mokro, hè? Ja, ik ook. Hoi, dames, dankjewel. Geen probleem. Wat is je YouTube? Wie is Jeff? Hij says, hi. For you. Hi, for you, hi. Is it 6 plus 7 is 12 or 6 plus 7 are 12? Ja? Yeah? Het is sowieso geen 12, man. Hoezo niet? Blue, nee, luister bro, de vraag is zo. Is, luister groot, hè. 6 plus 7, is het, is 12 of zijn 12? Ah, het is 13. Brian, nice meeting you. Nice. With Jeff. I got a couple questions for you, right? Yes. It's been disturbing you. Is it 6 plus 7 are 12 or 6 plus 7 is 12? Is 12. You stupid! He's 12, right? Yeah, that's what I thought. I was like, what? Well, yeah, I know. Okay, last one. I'm gonna let you go real quick. Okay. The red house is on the blue on the left side. The blue house is on the right side. Where's the white house? There is no white house. There is no white house? There's no white house? You don't know where the white house? Oh, yeah, of course. Oh, so. So the red is on the left hand, and the blue house is on the right hand. Yes. Where's the white house? Washington. Oh wow. Yeah, the Netherlands is the White House is in Washington, in Netherlands is in Rotterdam. So yeah, you got it. What's Obama's last name? Huh? Obama, the president. It's Obama. You. He in it. Yeah, he feeling it. I last question. How much? Hey, you a G, so you are OG. Okay. Milan. Waar kom je vandaan, Milan? Nieuwerkerk. Nieuwerkerk. Ah, is goed. Jij moet jezelf een cijfer geven van 1 tot 10. Ja, een cijfer geven. 7. Vandaag een 7. 7. Wat vind jij? 3. Ik zeg 3, man. 3? Ja. 3? Ja, leuk. Oké, waarom 3? Die hele oudje is niet, je weet toch, niet top vandaag. Ik weet beter. 1. Really, nigga? 1? 1. Misschien. Ja, wat vind jij van? Ja, dat mag je zelf weten. Oké. Jongen. Een andere vraag. Oké. Hoe weet je ouders dat je homo bent? Ja of nee? Ik ben niet homo. Oké dan. Sta je hier met? Genoa, ik heb 2 vragen voor jou. Oké. Okay. Wat is de ergste ding wat je ooit hebt gedaan wat je ouders niet weten? Een snoep gestolen bij de kruidvat. Ja. How much is your outfit worth? Like, you know. Oh, it's not. But I can do it. You got it. Yeah, right there. These are 290, the Jordans. The pants are 30 euros, I think, something like that. The jacket was like 20 or something.
the t-shirt as well. The G-Shock was 270. Drip load here. And the glasses were 200 as well. Ja. Hi. Eerste vraag is, wat is de ergste ding wat je ooit hebt gedaan, wat je ouders niet weten? Oh, leuk in een openbaar toilet, man.